Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Land 2, de 6 Golden Coins met Jordi van de Super Guys. Die 999 is het, als je het goed kan doen, het waard. Ja? Hoezo, wat krijg je dan? Ik heb net 999 gedaan. Ja. Je kan 5 ups krijgen. Ja. 20 ups. Ja. Maar ook 99 up. Wat? Dus die is zeker de moeite waard. Ja, maar na 999 heb je niks meer, hè? Dus het is een half uur ben je bezig. Ja, dat is waar. Dus je kan anderhalf uur bezig zijn en het kan alleen tot maar een 5 upje, ja. Ja. Dat had ik ook kunnen doen door gewoon dat level een paar keer te doen en iedere keer die 2 ups mee te nemen. Ja, precies. Dit is zo'n moeilijk level. Ik weet echt niet of ik die in die 24 levens die ik nog heb gehaald. Oh, vast. Het probleem is, je hebt geen belletjes, zeg maar. Je hebt geen... Checkpoint. Checkpoint. En er zit één zo'n stukje, dan moet je gewoon op een bewegend iets springen. En dat is in oude games gewoon zo moeilijk. Mm-hmm. Zo. Voor het maanlevel moest je heel de hippo weer opnieuw doen, hè? Ja, en dan moet je boven eindigen, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dan doe ik die wel eerst weer. Maar dat is een van de klootste. Mm-hmm. Nee, ik doe eerst toch een paar andere eerst even. Misschien wat beter. Want ik dacht dat ik op 2 coins zat, maar ik zat maar op 1 coin. Dus ik zit nu op 2 coins. En hoezo? Ik snap het niet. Oh, op de grote coins. Yeah. Ja, de grote golden coins. Ja, als ik het heb over kleine getallen, heb ik het over de grote coins. Als ik het heb over de grote getallen, heb ik het over de grote coins. Ja, precies. Kut. Het zit ook allemaal niet mee, hè, Milan? Ja, het is gewoon een pittig level. En dat mag. Mm-hmm. Alleen, daar hoort een beetje schelden bij. Ja. En mogelijk mentale breakdowns. Onder andere. Ik heb gisteren met de Monotype best wel wat progressie gemaakt. Mm-hmm. Klein beetje, niet extreem veel, maar redelijk wat. Ja, maar daarom zag ik ook mentale breakdowns. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen best wel monotone, maar dat zie ik met heel veel dingen als ik met Harm opneem. Het zijn grote projecten. Die gozer kan soms zo langs in de shit zijn. En dat is soms gewoon. Mm-hmm. Aan de ene kant, als je terugkijkt, is het heel zielig. Aan de andere kant denk je soms van, oh ja, ga gerust door. Ja, precies. Ik lach er wel om. Ik vind het fijn dat ik hem misschien kan inhalen, want ik heb echt heel ver achter gestaan. Mm-hmm. Maar ja, dat is dan op. Als je dan over nadenkt, is dan op zich best geinig. Maar dat is met. Op zich met heel veel firsts en zo. Als je een heel lange poos achter staat. Mm-hmm. En na. 8 uur, 10 uur. In het geval van Paddy, 20 uur. Ja. Dat je dan weer terug kan komen. Ja. Wanneer stond Paddy 20 uur achter? Die staat nu weer 20 uur achter, nu in plaats van dood te staan. Maar ik heb al gezegd, het is geen race, hè? Nee, het is geen race, maar het is wel zo van degene die voor staat, daar kijk je naar. Ja, precies. En het mag dan geen race zijn, maar Paddy is wel steeds degene die iedere keer... vooraan staat. Mm-hmm. Nu is je ook wel iedere keer degene die het meeste streamt. Die daarmee de meeste tijd voor heeft. Ja.
Maar wat hij doet op zo'n zaterdag, dat kan ik niet. Wat doet hij op zaterdag? Nou, wat hij afgelopen zaterdag deed. Wat deed hij dan? Ik heb geen idee, ik was aan het werk. Hij begon de stream om... Nee, 9:30 in de ochtend en hij stopte om 5:00 in de middag. Oh, ik was zo ver. Ja, hij was bij fase 2. Fase 3 was ik. Oh, dan was je ook wel zo wat. Ik ben nog niet tegen de boss zelf trouwens. Hè. Nee, oké. Okay. Het level ervoor, maar je hebt levels die zitten in stukjes, zeg maar. Mm-hmm. Het beginstukje is relatief makkelijk, alleen het gevaar is omdat je het elke keer opnieuw moet doen dat je te snel wil. Dat ja. Heb je nog wel eens bij Mario. En het volgende stukje, daar is gewoon één jump heel moeilijk. Daar is de rest niet zo moeilijk, alleen vooral die ene jump. Ja, sorry, ik kwam opeens iemand binnen die zegt van ja, de radiatoren moet opeens dicht. Oké. Okay. Ik zei dat ik gewoon even dagen alleen was. Mm-hmm. Mag ik gerust weten. Oké, okay, daar waren domme jumps. Domme jumps? Ja, dat je jump maar letterlijk net voor de hitbox komt. Oh ja. Hup. Zo. Nee, ik ben nu dat level aan het doen met de muis. Oh ja. Ik dacht van, oh, die is op zich nog wel makkelijk te doen. Val tegen. Mhm. Nee, oh! Ja, hetzelfde als mij. Je denkt van, oké, het kan op die manier, maar toch niet. Zo dichtbij, Jordi. Ja, ik weet het. Maar ja, dan kan je nog zo dichtbij zijn. Als het er niet in zit, zit het er niet in. Mm-hmm. Kut. Weet je wel wat het meest haat? Dat je wordt geraakt door iets wat je niet kan zien. Mm-hmm. Dus dat verder in het level is, maar omdat je te ver springt, dat je dan al geraakt wordt. Ja. Een beetje unfair Mario krijg je dan. Mm-hmm. Ik moet binnenkort ook weer verder met Hardcore Generations. Alleen vanavond heb ik opnames met Sander. Ik dacht van, ik ben vrij. Ik ga er gewoon gebruik van maken. Echt zoveel mogelijk opnemen. Ja, want Jan Voorraad moet nog een beetje gecompenseerd worden sinds de vakantie. Mm-hmm. Snap ik. Ik heb gewoon echt sinds mijn vakantie gewoon heel weinig tijd. Mm-hmm. Dat is een beetje het probleem. Gewoon werk? Ja, werk en andere dingen waar ik tijd aan moet besteden, zeg maar. Ook belangrijke dingen, maar ja, dat gaat nog wel eens ten koste. En dan heb ik dus wel eens van die momenten dat je dus wel zin hebt om te streamen eigenlijk en niet echt om op te nemen. Mm-hmm. Je wou wat zeggen. Ja, en heb je nog eens een vriendin? Hoe moet dat later? Ja. Wat zal ik daarvan zeggen? Nee, het is op zich wel geinig als je erover nadenkt dat... Kijk... Qua directe groep is de enige met de vriendin Paddy. Maar ik zou ook bij mezelf moeten nadenken van, wacht even, als ik een vriendin heb, nou ja, dan blijft er ook maar weinig tijd over. Mm-hmm. Want zou jij een lange afstandsrelatie kunnen volhouden? Wat is lang? Lange afstand. Dus dat betekent echt dat je... Voor het gemak 3 uur moet reizen, alleen heen. Oeh, nee. Dat is het minimum al voor een lange afstand. Nee, dat zou ik heel lastig vinden, denk ik. Hoezo?
Nee, gewoon puur uit, hypothetisch gezien. Mm-hmm. Want ik heb het wel gedaan met lange afstand. Na een half jaar was ik er klaar mee. Want dat, ja, mm-hmm. je hebt gewoon die tijd niet. Nee, precies. Want je bent sowieso al zes uur kwijt om alleen maar te reizen. Ja, dat zou ik dan sowieso nooit op één dag doen. Nee, dan zou je het al bijna moeten gaan verdelen over meerdere dagen, ja. Ja, maar een beetje hetzelfde tussen hoe wij het allemaal met elkaar doen. We recorden nog, maar ja, als jij niet eens je vriendin dagelijks kan spreken. Mm-hmm. Of wekelijks kan spreken via telefoon of wat dan ook. Ja, dan is het al heel mm-hmm. snel van, oeps. Ja. Dus daarom ook een beetje de dingen. Want ja, ik ben zelf ook nog steeds een beetje aan het rondsnuffelen. En ja, die woordkeuze is expliciet. Ik dacht gewoon van ja, als ik gewoon weet dat ik een persoon niet vaak kan spreken, ja, dan zie ik al snel geen reden van oké, hoe zou ik dit kunnen? Want ik ga ook niet bij wijze van spreken verhuizen voor iemand. Als ik niet per se weet. Mm-hmm. Want dat zijn sowieso lessen die je met de jaren wel leert. Geen keuzes maken voor een significant other of voor een partner als je die partner nog niet zo heel lang kent. Mm-hmm. Want dat heeft gewoon geen zin. Nee. Een andere goede is, als je geen interesses deelt, dan wordt het heel moeilijk om een relatie in stand te houden. Ja. Ja, als je echt geen enkele interesse deelt, maar je kan best wel veel verschillende interesses hebben hoor. Nee, klopt, maar als je bijvoorbeeld, de meest grote vind ik, als jij, en dat is dan puur persoonlijk voor mij. Kijk, ik wandel veel. Mm-hmm. En ik sport veel, maar als ik iemand heb die, kijk, als je niet wil wandelen en niet wil sporten, oké, prima. Je de hele dag niks wil doen, alleen maar op de bank wil zitten tv kijken, ja, dat trek ik niet. Nee, precies. Dus dan is misschien interesse niet het juiste woord, maar niet compleet verschillende levensstijlen. Ja, precies. Ik denk dat ik het daarmee op zich goed op aan heb gegeven. Want zo kan ik niemand daten die echt van feest houden, dat trek ik nee, niet. Nee, precies. Nee, dat zou ik ook lastig vinden. Maar ja, weet je, ik ben wel zo van, ik ben niet zo van, ik kan dit niet, ik kan dat niet. Het moet gewoon goed voelen en dan is het goed. Zeg. Mm-hmm. Shit. Nee, klopt. En dat is het ook. Want dat heb ik ook wel een paar keer gehad met een paar dates die ik afgelopen periode heb gehad. Mm-hmm. Ja. Heel vriendelijk, allemaal hartstikke gezellig, maar er voelt niet, je voelt geen klik. Nee, precies. En dan is het ook al heel snel van, oké, prima, was gezellig, maar dit wordt hem niet. Nee. En dan ben ik ook niet zo'n lul die de mensen heel lang aan het touwtje houdt. Nee. En dit was mijn TED Talk. Dankjewel voor de aandacht. Zijn er nog vragen? Nou, honderden. Ja. Zo. Ik denk van, ik doe even de inktvis. Kost me waarschijnlijk niet heel veel levens. Nou, de inktvis is het probleem niet. Nee, maar alles ervoor. Yep. Ik heb inmiddels nog maar 11 levens over, dus het gaat niet echt heel goed. In dit tempo kom ik misschien zo meteen op bij Wario. Ja. Maar ja, ik ben er nog niet. Ik heb de golden coins ook nog niet allemaal, dus... Mm-hmm. Shit. Maar ik wil te snel. Dus ik had 27, ik zit nu op 14.
Ik hoor letterlijk het water uit de radiatoren hier verdwijnen. Ah, lol. Ik ben nu op het verst waar ik tot nu toe ben geweest. Nou, niet jezelf jinxen. Nee, dit was gewoon informatie. Oké. Dit was niet. Dankjewel voor het delen van deze informatie. Dit was van. Gelieve focussen en nu in één keer halen. Ja. Het zou gewoon fijn zijn als er een belletje kwam. Een kattenbelletje, een deurbel, een etensbel. Naar wat voor bel ben je nou op zoek? Een checkpointbel. Oh, oké. Okay. Ja, ik moest kloppen, want de deurbel deed niet, dus daarom ook de opmerking. Je hebt nooit Samson en Gerrit gekeken, of wel? Jawel, maar ik ben even aan het concentreren, sorry. Zo. Ik ben zo meteen door al mijn levens heen alleen maar omdat ik het stomme rotstuk voor de freaking walvis niet doorkom. En het zijn niet eens de enemies, het zijn die fucking spikes. Ik ben bij Wario. Nice. Met hoeveel, hoeveel levens heb je nog over? 11, alleen ik ben klein. Ja, ik weet dat je klein bent, maar ja. Mag ik alsjeblieft bij Wario verder gaan? Of moet ik helemaal opnieuw? Doe maar. Nee, ik moet helemaal opnieuw. Ja, maar dan is dit helemaal niet leuk. Hoe ga ik hem ooit verslaan? Bij Wario komen en dan ZL plus ZR doen. Terugspoelen ingedrukt houden. Ja, dat gaan we niet doen, hè? Of wel? Jij bent bij Wario, ik niet. Ik wil het wel eerlijk doen, maar dit is echt super kut. Want je hebt dus geen enkele checkpoint, hè? Nee. Door de hele game level niet. Het level is fucking lang. Ja. En als ik helemaal bij Wario ben, moet ik ook nog gaan uitvogelen hoe ik in godsnaam Wario versla. Op zijn kop springen. Probably. Ja, niet probably, dat is de manier. Oh, heb je het opgezocht? Ik heb even gekeken, wat moet je doen voor Wario? En 3 keer of? 3 keer op zijn kop en dan heb je 3 fases van Wario. 3 fases van Wario? Met 3 verschillende power-ups. Ja, maar dat ga ik nooit halen. Ik heb vertrouwen in je dat je het haalt. Het is alleen de vraag of dat vertrouwen is gemisplaatst, ja of nee? Waarschijnlijk. Had dan in ieder geval een checkpoint gegeven voor Wario. Nee, maar dan is de game te makkelijk. Zo. Heb jij inmiddels al 6 coins? Nee, ik ben nu op weg naar de maan weer. Ah. En als ik de maan heb gehad, dan heb ik 6, ja. Maar ja, het gaat niet echt lekker momenteel. Niet zoveel levens. Nou, het is 1, niet zoveel levens, en B, ik zat even op autopiloot. Ja. Dus ik nam de onderweg in plaats van de bovenweg. Oh, oeps. Ja. Dus dat was niet zo snugger. Ik kan deze game niet spelen zoals ik Pokémon speel, want dat is gewoon automatische piloot.
zeg maar een paar games die ik ook echt op automatische piloot kan spelen. En Mario is daar niet één van. Nee, precies. Ook heb ik Mario Bros. 1 zo vaak uitgespeeld, dat is nog steeds een game die ik niet op automatische piloot kan spelen. Super Mario 64, als het niet 100% is, zou me op zich nog wel kunnen lukken op automatische piloot. Ja? Ja, want dan is het gewoon van, oké, deze ster lukt me even niet, oké, ik wissel even naar een andere ster. Ja, precies. Ik denk dat ik met Sunshine wel heb, die redelijk op de automatische piloot kan spelen. Mm-hmm. Even kijken, dan is dat op zich... Ja, Spyro lukt me nog wel. Metroid Fusion en Metroid Zero Mission niet, want ik ga altijd... verkeerd op wat ik precies moet doen op sommige stukken. Oké. Daar weet je vast voor. Dan heb je game zo vaak uitgespeeld. Dan denk je, oh ja, ik moet het zo doen. Nee. Je moet dan zit je al te ver, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. Dat heb ik met Pokémon ook vaak, hoor. Ik had bij een vorige run van de Hardcore Generations, dacht ik van, waarom kan ik nou dinges niet in, de achtste gym niet in? Had ik Sabrina helemaal niet verslagen. Ja. Ja, dat probleem heb ik vaak met... als ik dus een game speel die van die kleine rotverschillen hebben. Dus Sun and Moon en Usum. Ja, op precies. Deze plek kan je Scald krijgen. Nee, in Usum kan je deze krijgen. Ja, op deze plek kan ik dit krijgen. Nee, eerst moet je dat doen. Oh ja, in Usum moet ik eerst dit doen. Nee... Dat heb ik met Diamond, Pearl en Platinum wel veel. En met Ruby, Sapphire, Emerald ook. Ja, maar daar heb je in grote lijn is dat allemaal hetzelfde. Alleen op enig moment in Emerald speel je dan tegen Maxi. En op ander moment speel je tegen Archie. En ja, je hebt de Magma Hideout in Emerald. Dat is eentje die je altijd goed moet onthouden. Nu haal moet ik maar weer even coins gaan verzamelen. Mm-hmm. Nou, dat was kloot. Ik denk van, weet je wat, ik versla een enemy, maar die is telkens invincible wanneer ik hem wil raken. Beetje jammer. Ja. Is dat die ene met die spikes op zijn rug, die mier? Ja. Ja. Nu ben ik nog een keer begonnen dit level. Ik wou ook coins fixen. Ja, het is nu inderdaad beter voor jou om nu eerst de coins te fixen dan iets anders. Game over te gaan. Ja. Want ja, dan hoef je zo meteen al die levels tenminste niet meer opnieuw te doen van het kasteel. Nee. Inderdaad wel handig om te hebben, ja. Zo. Zo. Oké, ik heb alle 6 de golden coins. Goed bezig. Kut, hoe kan ik daar nou overheen springen? Oh. Dus ik ben in de buurt, dus je weet wat je gaat krijgen, Milan. Ta-dum. Ten. Ta-dum. Ten. Ten, 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 ten. Tiddelide. Ik had dit eerder moeten doen, levensvormen. Ja. Hoeveel levens heb je? Nee, ik heb er nu nog maar 6. Oh, moet je niet even opnieuw coins gaan halen? Ja, ik ga wat coins halen, maar... Hou er rekening mee, dit is de eerste keer dat ik nu 6 golden coins heb. Mm-hmm. Ik ben er wel blij mee. Want voorheen ging ik iedere keer dood. En ja, het heeft me wel 21 levens gekost. Nou, 5 up. 5-up, dat is... Wacht, 5-up bij de...
bij de 200. Ik heb nu 3 up bij de 50. En ik heb nog een paar van 30. Ah, de wortel. Nou, weet je wat? 14 levens en ik heb nog 30 coins over. Ik denk dat dat even goed is om tenminste een poging te wagen. Mm-hmm. Poging wagen kan zeker geen kwaad. Nee. Is niet bij... Ik weet niet, hoe lang loopt de aflevering al? Ja, we moeten zo stoppen, maar ik zit nu midden in een level. Ja, fair enough. Ik weet niet of jij... Nee, ik kan, in principe kan ik stoppen. Oké, okay, dan maak ik dit level even af, ja. Mm-hmm. Ik zit even de coin farm te doen. Wat? Money, 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 monies. Nog in 1 run 143 coins. Nice. Even kijken of ik nog wat leuks krijg. Klap in je gezicht, dat krijg je. Ja, en een wortel. Het is niet heel aardig van jou, een klap in mijn gezicht. Nou, Waro gaat dat de volgende aflevering wel doen. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.